Goedendag dames en heren en welkom weer. Ik zit alweer in mijn nette pak. Dat zie je niet altijd, dus geniet ervan. Vandaag hebben we wat apart. Vandaag hebben wij, komen er twee dames in beeld. De eerste is mevrouw Deurs Dairy Farmer. Hallo! Die heeft het nog nooit gezien, daar is ze dan eindelijk. En de volgende is Chantal Everaar van, zeg ik je naam goed trouwens? Jazeker! Oh, helemaal goed. Van TV Oost. En zij had mijn video bekeken van afgelopen zondag. De Wij Gaan Stoppen video. En aan de hand daarvan, ze kwam haar tegen in haar tijdlijn geloof ik op Twitter. Hè? Ja. En had ze de video bekeken en zegt van ik wil jou zo graag interviewen. Nou ja, dat kan. Dus dat gaat nu gebeuren. Het interview zelf laten we natuurlijk niet zien, want we gaan niet haar gras voor de voeten wegmaaien. Maar wel een klein beetje behind the scenes hoe een en ander naar onze werk gaat. En Volg TV Oost. Dit is het. Ja, hier gaan we het mee doen. Ze leent even mijn vlogcamera. Ja. die is bijna net zo groot als die van mij. Ja, bijna net zo groot. En, het is wel iets professioneler dan wat ik meer doe. Die van mij kost al 10.000 euro. Ja. Zullen we maar... We gaan beginnen. En begin eraan breien. Zeker. Gaan we gaan dat doen. Ik ga jou een zender geven. Even kijken. Hier, Ger, film jij hem. Er zit een nieuwe batterij in, dus dat is mooi. Doe ik in de zaak zeker? Ja, mag aan de binnenkant. Ben je een binnenzak? Ik heb zeker een binnenzak. Oeh. En het zou het mooiste zijn als die ongeveer daar zit en een klein beetje touwtje naar binnen, zeg maar. Dan ga ik zo goed luisteren of het goed binnenkomt. Dan ga ik de ontvanger bij mij erop zetten. Wat mooier dat allemaal past. Ja. Voor mij past er nog geen alfa. Ja. Af en toe hoor ik nog wat. Ja, het jong van is er nog. Zo. Koptelefoon nog? Kan ik even... Oh. Oh. Ja. Dat was hem. Nee, dat kan. In principe kan het. Ja. Dat gaat goed komen. Die ga ik zo instellen binnen. En neem het spul mee. Het mooiste is als die dan in je kontzak is, want dan zien we de draad niet. Dus dan is dat het mooiste. Ja, ook mevrouw de Dairyfarm moet eraan geloven, dames en heren. Wat is dit? Yes. Huppatee. De schone microfoon heeft toch ergens in gelegen. Geen kattenpis. Ja! Geen idee! Geen idee! Als hij straks nog maar doet. Zelfs bij de professionals gaat soms wat mis. Van een beetje viezigheid gaat niemand boos zijn. Oh, ben je gek. Ben je aan het filmen? Ja. Oh. Ik ben nog erger dan ik. Ja, jij zegt dat nog, ik zeg niks. Maar we hebben ons een beetje, denk ik, of niet? Ja, wij hebben het. Nou, voor het volledige interview dan moet je gewoon naar rtvjongens.nl, denk ik. Zeker. Nou, en dan zie je het volledige interview. En dan komt het vanzelf een keer voorbij. Ja, komt vanzelf. Binnenkort. Dit is gewoon behind the scenes. Dus dan weet je ook hoe dat in het werk gaat. Dat wist je allemaal al lang, maar toe maar. Ik ga wel zeggen, let's make farming great again. Valt niet meer met een paar koeien. Tot de volgende keer, dames en heren.